zal je maar gebeuren. Je wilt heel graag werken, maar om de een of andere reden lukt het niet. Dat overkwam John Pigmans, die lange tijd geen uitzicht had op een betalende baan. Na bemiddeling vanuit het werkgever Service. Werkhard pakte John de kans om een ontwikkeltraject te starten bij het BAD. Ik ben John Pigmans. Ik ben hier werkzaam gekomen via een traject via de sociale dienst. John die was heel gemotiveerd en gaandeweg dat je dus hier langer is, vind je het steeds leuker. Deze ontwikkelplekken zijn werkplaatsen die gecreëerd worden door het werkgever Service. Werkhard. Het is een samenwerking tussen gemeente, het UWV, de sociale werkbedrijven en het bedrijfsleven. Het BAD als onderdeel van de gemeente Tilburg neemt er ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in. Ik werk voor Diamant Groep Tilburg. Ik probeer de jongens arbeidsfit te verklaren, zodat zij weer naar regulier een baan kunnen krijgen eigenlijk. Ik moest hier bakken, schuren en schilderen. Die soort dingen. Nou, arbeidsfit betekent eigenlijk dat ze eigenlijk regulier mee kunnen met de normale jongens. Ja, John is de hulp van me, zeg maar. Hè. Dus dat is heel goed. De eerste week had ik er veel moeite mee. Toen ben ik wel eventjes naar een ander bedrijf gegaan. En toen ben ik toch teruggekomen. En ik wil eigenlijk liever hier blijven. Want het is ook niet alleen met de materiaal, maar het is ook de mensen. Hè. De mensen leren kennen en daar ook mee om leren gaan vooral. Hè. Maar ook om sociale contact te hebben en om bezig te zijn. Want ja, een hele dag thuis is maar één doel, maar wel alleen maar luier. En hoe langer je thuis bent, hoe minder je zin hebt om te werken. Buiten het feit dat het kansen voor de werkzoekende oplevert, biedt het mogelijkheden voor het bedrijfsleven. En naast de maatschappelijke waarde heeft een organisatie de kans om werkzoekenden aan het werk te zien, zonder dat er contractuele verplichtingen aan vastzitten. Ik denk dat het ook bij de mensen goed op de cv staat als ze hier een heel tijdje gewerkt hebben. Als ik die nou ooit ophoud, dan moet ik weer verder. Maar met ervaring en toestanden en papiertjes, kom je toch weer een stapje verder. Mensen die echt goed functioneren, die ook snel het ritme weer te pakken hebben van een normale dagtaak uitvoeren. Die kunnen zelfs doorstromen in de inzameling hier. Dat valt er heel goed. Dan stromen ze, kunnen ze gewoon instromen als belader via het uitzendbureau. Stel dat ik hier wel mag blijven of niet mag blijven, dan blijf ik toch opgepept van ik moet werken, want dit is het gewoon. Weg met de crisis. Een duurzame relatie tussen maatschappij en het bedrijfsleven vraagt om enthousiaste werkgevers. Hoe mooi is het om ambitieuze mensen zoals John Pigmans weer op weg te helpen en hem een kans te bieden op een mooie toekomst.